Maatschappijleer 1, hoofdstuk 4, discriminatie, paragraaf 1. Wel Beep, geen voetbalster. Wat is discriminatie eigenlijk? Discriminatie, als we het daarover hebben, dan bedoelen we dat we onderscheid maken tussen mensen op grond van kenmerken die er niet toe doen, zoals bijvoorbeeld huidskleur. We kijken bij Maatschappijleer 1 vooral tussen het verschil naar jongens en meisjes. Als we het dus hebben over discriminatie, dan gaat het dus vooral over discriminatie van vrouwen in Nederland. Toch zijn er enkele opmerkelijke feiten. Als we kijken naar meisjes op school, dan zien we vooral drie opvallende feiten. Meisjes halen sneller hun opleidingen over het algemeen. Ze halen vaak meer diploma's dan jongens. En ze zijn vaker hoger opgeleid dan jongens. De kostwinner. Traditioneel gezien is de man de kostwinner. Als we dan ook kijken naar hoeveel procent van de mannen en hoeveel procent van de vrouwen meer dan 12 uur per week werken, dan zien we dat 77% van de mannen meer dan 12 uur per week werkt. Vergelijken we dat met de vrouwen, dan werkt slechts 55% 12 uur per week of meer. Je ziet dus een enorm verschil. Op dit moment kun je dus zeggen dat de meeste mannen nog de kostwinner zijn. De anderhalfverdiener. De anderhalfverdiener betekent het volgende. Het gaat om een huishouden met een man en een vrouw. De man werkt volledig, terwijl de vrouw werkt en het huishouden erbij doet. Werk en het huishouden samen, dat noem je een dubbele taak. Omdat ze half werkt en de man volledig, krijg je dus de term anderhalfverdiener. Wat zijn er typische vrouwen- en mannenberoepen? Als we kijken naar het percentage mannen in het linker rijtje, dan zie je dat er vrijwel geen dokterassistenten zijn die man zijn. Als je nou kijkt naar het aantal vrouwen in deze beroepen, dan zie je dat de percentage nog veel lager zijn. Zo is van de vrachtwagenchauffeurs slechts 0,4% vrouw. Ongelijkheid. We pakken de maatschappelijke ladder er weer bij. Als je kijkt naar mannen en vrouwen, zie je dat mannen doorgaans hoger op de maatschappelijke ladder staan dan vrouwen. Dat komt omdat mannen soms wel 25% meer verdienen voor hetzelfde werk als vrouwen. Je ziet vooral bij gezinnen die laag op de maatschappelijke ladder staan, dat de vrouw vaak de kostwinner is. Dat noemen we ook wel de vrouwelijke armoede. Rollenpatroon. Als je bijvoorbeeld kijkt naar soaps, dan zie je altijd een duidelijk rollenpatroon. Zo zie je dat de vrouwen vaak zorgzaam zijn, heel netjes en heel emotioneel. Terwijl als je kijkt naar de mannen in zo'n serie, dan zie je dat ze vaak stoer zijn en heel carrièregericht. Eigenlijk staat zo'n serie vol van de stereotypes. Een stereotype is een vaststaand beeld van een bepaalde groep. Wat zijn dan de gevolgen van stereotypes? Als je uitgaat van stereotypes, dan kan dat leiden tot discriminatie. Als je dan kijkt naar man en vrouw en stereotypes die daartussen spreken, dan spreken we van seksendiscriminatie. Seks is natuurlijk, maar nooit vanzelfsprekend. 11% van alle vrouwen krijgt thuis te maken met geweld. En 6% van alle vrouwen op het werk. Bij mannen liggen deze percentages veel lager. Je ziet dan ook dat veel mannen vrouwen als mindere behandelen.